En je probeert je voor te stellen hoe het geweest moet zijn 77 jaar geleden. Dat kun je niet indenken als je er niet bij bent geweest, denk ik. Maar... De wouwcrossing van geallieerde troepen tijdens de Tweede Wereldoorlog is maandag herdacht bij Stadsbrug de Oversteek. Volgens burgemeester van Nijmegen Hubert Bruls is die herdenking nog steeds relevant. Mensen zijn echt wel nieuwsgierig. Wat is er gebeurd? Waarom was er oorlog en waarom moest dus ook uiteindelijk die bevrijding plaatsvinden? En welke offers zijn daar ook voor gebracht? En dat laatste met name, daar sta je natuurlijk bij een herdenking bij stil. En we benutten de herdenking ook, dat laten de speeches van vandaag ook wel horen, om vooruit te blikken, om elkaar iets toe te wensen, om vriendschappen tussen Amerikanen en Nederlanders aan te halen en ook tegen elkaar te zeggen, wauw, het is al 77 jaar vrede in dit deel van de wereld, een ongekend. Bij die oversteek kwamen 48 militairen om het leven. Het moet een ontzettend moeilijke keuze zijn geweest om in die bootjes te stappen. Zij stonden natuurlijk voor een duvels dilemma, om het zo maar uit te drukken. Maar blijven vechten aan de zuidkant van de rivier, dat schoot niet op. En er moest wat gebeuren. Ze moesten naar Arnhem gaan om overal te komen. Ja, het is een dilemma waar je nooit voor hoopt gesteld te worden. Waar je alleen enorm respect voor kunt hebben. En je probeert je voor te stellen hoe het geweest moet zijn 77 jaar geleden. Dat kun je niet indenken als je er niet bij bent geweest, denk ik. Maar... Bij de herdenking waren ook 90 Amerikaanse militairen aanwezig. Ik vind het heel erg belangrijk dat wij als Nederlanders, als Nijmegenaren laten zien dat we hen gedenken. En dat er van de Amerikaanse zijde door onder andere die aanwezigheid van dat contingent militairen dat ook beantwoord wordt. Ja, dat zegt iets over de warme band die we in de loop der jaren... Net als ieder jaar speelde basisschool de Oversteek ook nu weer een belangrijke rol in de herdenking. Ik vind elk jaar weer een hoogtepunt. De basisschool de Oversteek verdient echt een groot compliment. Ze hebben al sinds jaren het monument hier, wat herinnert aan de Oversteek, hier op de dijk geadapteerd. En elk jaar weer bereiden ze zich ontzettend goed voor door hier met gedichten en vandaag met optredens bezig te zijn. En bedenk, ze doen het niet alleen nu, dit uur dat wij hier zijn, maar ook op de school zijn ze daar al weken mee bezig. Dus ze gebruiken het ook echt om die kinderen zich te laten verdiepen in de gebeurtenissen van toen. En ja, de vrijheid waardoor zij nu bijvoorbeeld hier een vrijheid naar school kunnen gaan. Dat is echt top wat de school doet. Niet iedereen heeft precies hetzelfde idee over vrijheid. Ja, vrijheid is voor mij niet zoiets van je mag doen wat je wil. Vrijheid is juist voor mij iets van respect hebben voor een ander. Want probeer maar eens om te draaien. Als je nou geen respect voor een ander hebt of je voelt geen respect voor een ander, wat heb je dan eigenlijk van vrijheid?